Welkom in het tweede filmpje van druk bij vloeistoffen over de hydrostatische druk in een vloeistof. Dit filmpje is al een stukje moeilijker dan het vorige inleidende filmpje. Als we op een grote diepte gaan zwemmen, dan zal zo'n duiker samengeperste lucht moeten gebruiken in zijn duikfles om de druk van het water op de borstkas te compenseren. Als er geen druk op zit, dan kan hij met zijn borstkas niet genoeg kracht uitoefenen om de lucht binnen te zuigen vanuit de fles. Dus er moet druk op zitten om dat binnen te krijgen op een grotere diepte. Als je in een duikboot zit en er zou een lek ontstaan, dan zou dat water met een serieuze kracht naar binnen spuiten, omdat er dus een druk van het water op heerst. De druk in een vloeistof die het gevolg is van de zwaartekracht. Welke zwaartekracht? De kracht die aan het water, of dus op het water, aan het water trekt eigenlijk naar de aarde toe. En dat noemen we de hydrostatische druk, afgekort P met index hydr van hydrostatisch. Dan gaan we eens kijken hoe dat we die kunnen berekenen. En dus met een klein bewijsje. We hebben een vat water, dat we gaan bekijken, en die heeft een doorsnede A. En we gaan... Het gaat over dezelfde vloeistof, maar we gaan ze even in twee stukken splitsen om onze formule te kunnen opstellen. We hebben een bovenste laag en een onderste laag, want we zijn hier op dat punt geïnteresseerd in de druk, of tenminste de hydrostatische druk, de druk te gevolgen van de vloeistof. Het is een vloeistof met een dichtheid, rho van de vloeistof, dus rho veel. En laag 1 heeft een hoogte, h. Ja, dus een hoogte, of tenminste, dus zoveel meter of zoveel centimeter water is er bovenop het punt waar wij geïnteresseerd zijn. We zijn op de druk geïnteresseerd op dit punt. Nu, de zwaartekracht trekt dat water naar beneden. De massa hier is m. Het volume van die laag is v. Op laag 2 werkt dus een druk, want we hebben een oppervlakte en een kracht. En dat weet je nog uit het vorige stuk. De druk is de kracht gedeeld door de oppervlakte. Dus ook hier, de druk te gevolgen van het water, de hydrostatische druk, de druk te gevolgen van het water boven ons, waar we geïnteresseerd zijn, is dus de zwaartekracht gedeeld door die oppervlakte. Nu, zwaartekracht, dat ken je nog, dat is m maal g. Maar we gaan niet zo met de formule werken, want je hebt het al gezien. We hebben hier de dichtheid boven gehaald en het volume en we hebben hoogte. En doorsnede, we gaan die formule een beetje anders schrijven. Maar het gaat nog altijd over dezelfde zwaartekracht. Alleen gaan we niet met de massa werken. We gaan die massa herschrijven als de dichtheid maal het volume. De dichtheid is hoeveel kilogram per kubieke meter en het volume is in kubieke meter. Dus kilogram per kubieke meter maal kubieke meter is dus kilogram. Dus dat klopt. Dus onze massa is onze dichtheid maal ons volume. Ons volume gaan we ook nog een beetje anders schrijven. Want het volume van een cilinder is de doorsnede maal de hoogte. Dus die V wordt H maal A. De roovloeistof laten we nog even staan. Dat wil zeggen dat de zwaartekracht, de massa kunnen we vervangen, dus de rho veel maal H maal A. En dan, dat is dus onze massa, die staat hier. En die moeten we dus nog maal g doen. En we hebben dus onze zwaartekracht herschreven in deze vorm. Lijkt wel moeilijker, maar we hebben dat nu zo nodig. Dus we gaan dit hier invullen, in fz. Dan wordt dat, de hydrostatische druk is, rho vloeistof maal h maal a maal g, gedeeld door de a. En dan zien we, er staat boven de breukstreep a, onder de brugstip A, en we kunnen ze beide wegstrepen. En ik hou over dat de hydrostatische druk op een bepaald punt gelijk is aan de dichtheid van de vloeistof maal de veldsterkte maal de hoogte van het water boven dat punt. Dus de hydrostatische druk peegder op een bepaalde diepte H in een vloeistof met een dichtheid rho vloeistof is dus gelijk aan. De hydrostatische druk is de dichtheid van de vloeistof maal de veldsterkte maal de hoogte van het water boven dat punt. Dat is de belangrijke formule die je hier zeker moet meenemen. We gaan even kijken. Op dus een bepaalde diepte is de druk overal gelijk. Dat is een tweede
wetenswaardigheid die je moet meenemen om oefeningen te kunnen oplossen, nu en ook later. Dus we gaan het bijvoorbeeld kunnen meten met een verliesmanometer. Dat is zo'n Bourdon-manometer, waar dat we dus onderaan een vliesje hebben overgedaan, zoals een stukje, zoals van een ballon of zo, zodat als de druk erop komt, dat de lucht hier samengeperst wordt. En als we die meter op een bepaalde diepte houden, en we verplaatsen die in de vloeistof, dan gaat die op dezelfde hoogte dezelfde druk meten. Dus op dezelfde hoogte of dezelfde diepte heerst overal dezelfde druk. Daarnaast, als we dat zouden verdraaien, dan zien we dat ook de druk altijd hetzelfde blijft. De druk hangt dus niet af van de richting. Dus op één bepaald punt zal de druk dus overal hetzelfde zijn en ook in elke richting. We gaan eens even kijken naar zo'n formule. Dus P hydrostatisch is de dichtheid maal de velsterkte maal de hoogte van het water boven ons. De hoogte wordt verticaal gemeten. Dus als je een buisje met water hebt en je houdt dat zo, of iets langer buisje houdt dat zo, gaan we steeds die H in onze formule, zal steeds de verticale hoogte zijn tussen het hoogste punt en het punt dat je wil weten. De druk hier of de druk hier, die is gelijk. Een laatste punt, dat geldt ook voor een gas, deze formule. Dus als we nu water vervangen door gas, dan gaan we, als we op een punt hieronder zijn, de druk van dat gas een bepaalde waarde aannemen, de gevolgen van de hoeveelheid gas die erboven heerst. Dus het drukverschil is die druk min die druk, is de gevolgen van de dichtheid van het gas maal de velsterkte maal H. En dat is ook logisch, hè? We hebben het al over luchtdruk gesproken. Waarom hebben we hier een bepaalde luchtdruk op aarde? Omdat er boven ons een hele hoop gas, zuurstof en stikstof en dergelijke heerst, dus lucht, die gewoon al de... Er is telkens lucht boven een bepaald punt, drukt op de lucht eronder. En zodoende hebben we dus beneden een grotere druk dan boven. Goed, deze formule en de wetenschap dat de druk overal gelijk is op dezelfde hoogte en ook wat betreft de richting dat het er niet toe doet, dat gaan we meenemen naar de volgende stukken.